Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 februari 2016. Dit is de bulletin van donderdag. Om te beginnen allereerst een bericht dat Ron mij stuurde. Ron is luisteramateur en hij stuurt mij geregeld tips. Zo dadelijk om 11 over 7, dus echt direct na de uitzending van de Daily Minutes, kun je op 145.800 luisteren naar het ISS, het International Space Station. Astronaut Tim Peake heeft dan een gesprek met de Royal Masonic School for Girls in Rickmansworth in Engeland. Signalen van het ISS zijn doorgaans zeer sterk en op een gewone portofoon of op een scannertje te ontvangen. Ze kunnen echter vaak maar heel kort worden ontvangen, bijvoorbeeld 5 minuten of heel soms 20 minuten. Zo dadelijk dus, direct na deze uitzending om 19:11 op 145.800 MHz. Gebruik bij voorkeur een rondstraler met weinig versterking als je richtantenne geen elevatierotor heeft. Of gebruik inderdaad een portofoon op de eigen antenne en ga dan eventueel buiten staan. De data helemaal aan het eind van deze uitzending is vanavond als volgt. We beginnen met 8 PSK 1000 bij 1500 zonder Reed Solomon codes. Je moet dus handmatig in FLDigi invoeren 8 PSK 1000 bij 1500 Hz. FLDigi schakelt vervolgens wel automatisch om naar MOSSE. Wat MOSSE betreft zijn ik meerdere oplopende snelheden om te testen of FLDigi dan wel vanaf het begin goed meeschrijft. Aan het eind van de uitzending tenslotte een van de SSTV plaatjes die ik gisteren was vergeten, met een onderwerp dat Lodewijk ondanks het formaat van de afbeelding zeker zal aanspreken. Wie denkt dat de MOSSE-telegrafie in de professionele wereld sinds de jaren 90 uitgerangeerd is, die heeft het mis. In nog zo'n 30% van de landen wereldwijd is MOSSE bijvoorbeeld bij defensie in die landen nog in enige mate in gebruik. Vaak zijn dat landen in wat wij noemen de derde wereld, maar bijvoorbeeld de defensie in China gebruikt ook nog steeds MOSSE. Een land waar je dat niet zou verwachten omdat ze MOSSE inderdaad sinds de jaren 90 niet meer gebruikt gelijken te hebben, is de Verenigde Staten. De US Navy, de marine van de VS, zet echter sinds enige tijd MOSSE-telegrafie in. Om die reden leert een deel van de studenten aan de Center for Information Dominance in Pensacola, Florida, dus jaarlijks MOSSE. Het betreft die studenten die zich specialiseren in allerlei vormen van cryptografie en behalve het omgaan met computersystemen hiervoor, leren ze dus ook om MOSSE op te nemen op het gehoor. MOSSE-code blijft een niet dure en efficiënte manier van communiceren voor nog steeds heel veel landen wereldwijd, zo stelt Tony Gonzalez, hoofd van het betreffende leerprogramma in Pensacola. Wouter ON3 Whisky Oscar Oscar heeft op ham-dmr.be een presentatie geplaatst over Brandmeister. De nieuwe functies van het Brandmeister-netwerk zijn niet altijd even duidelijk voor iedere radioamateur, zo schrijft Wouter. Daar waar er vroeger maar 2 gespreksgroepen leken te zijn, is het aantal plots geëxplodeerd. En hoe gebruik je ze? Hoe kun je verbindingen maken met het buitenland en hoe bereik je iemand die in een andere regio zit? Ik heb geprobeerd om met onderstaande presentatie via voorbeelden alle scenario's uit te leggen. Zo schrijft ON3 WOO. De presentatie kan in pdf-vorm worden gedownload van de site ham-dmr.be. In India kwam afgelopen zaterdag een buschauffeur om het leven door de inslag van een vallende meteoriet. 3 andere mensen raakten gewond. Dit melden verschillende sites, waaronder theregister.com op gezag van media in India. De meteoriet kwam neer bij de plaats Natrampali in Tamil Nadu en veroorzaakte daarbij een grote explosie. Op de plek van de inslag bevond zich een flinke krater en in de omgeving sneuvelden alle ramen van gebouwen en voertuigen. De buschauffeur, die op dat moment niet aan het werk was, liep langs het gebouw waar in de nabijheid ook de meteoriet neerkwam. De politie liet eerst een ploeg van de explosieve opruimingsdienst langskomen. Het gebied is in het verleden getroffen door geweld, maar die konden niets vinden. De meteoriet is inmiddels wel aangetroffen. In januari kwam in hetzelfde gebied ook een meteoriet neer, toen echter zonder schade te veroorzaken. De Oostenrijkse amateurvereniging EUVSV houdt er vanaf halverwege maart een MOSSE-cursus voor beginners op de 80 meterband of in de 80 meterband. Nou gaat lekker. De cursus zal met de precieze frequentie per keer worden bekendgemaakt in het DX-cluster door Gerhard OE6RDD. Gerhard is muziekpedagoog en oprichter van de CW-school in Graz. De cursus gaat vanaf het begin uit van het leren van seinen met een pedal. Meer informatie over de cursus is te vinden op de QRZ.com pagina van Oscar Echo 6 Romeo Delta Delta. Oscar Echo 6 Romeo Delta Delta. De weerballon uit Texas, die we eerder al noemden, heeft Europa dus inmiddels bereikt. Gisteren rond 1800 uur werd een signaal van de ballon opgevangen, terwijl hij volgens zijn APRS-signaal net voor de kust bij Santiago de Compostela dreef. Voor de kust van Spanje dus, net boven Portugal. De ballon werd zoals gezegd op 7 februari, afgelopen zondag dus, over Texas losgelaten. Volgens het antennebureau had Nederland op 31 januari 40.328 antennes voor mobiele telecommunicatie.
De meeste antennes, 13.797, zijn voor UMTS. Een bijna even groot aantal, 13.354, is voor LTE. 8704 antennes zijn voor GSM rond 900 MHz en 4473 antennes voor GSM op 1800 MHz. Er kwamen in januari 369 antenneinstallaties bij, dat wil zeggen in getal kwamen die erbij. Dat waren er 25 voor UMTS, 43 voor GSM 900, 304 voor LTE en voor UMTS verdwenen er 3 antenneinstallaties. Deze maandelijkse overzichten van de aantallen antennes zijn ook te vinden op www.antennebureau.nl. Ik heb het al eerder genoemd, maar morgen, vrijdag dus, begint de Hamcation-beurs in Florida die tot en met zondag zal duren. En zondag is er de Fox O-ring 80 meter jacht nabij Amersfoort die we ook al eerder hebben genoemd. En tenslotte worden er morgen, vrijdag dus, 3 Japanse satellieten gelanceerd met amateurpayloads. Chubusat 2, Chubusat 3 en Horyu 4. Zo dadelijk om 11 over 7, dus echt direct na de uitzending van de Daily Minutes, kun je op 145-800 luisteren naar het ISS.